Yo mensen van het Dodo Portaal, welkom bij een nieuwe episode van Community Crafts. Ik ben hier niet alleen. Dodo Portaal? Dat is mijn nieuwe kanaal. Oh, Dodo Portaal. Oh, ik snap het. Oh, hey. Zal ik ook mijn opening doen? Doe het, kom maar. Yo mensen van het Dodo Portaal. Dit is een samenwerking, jongens. Ja. Nee, zoals jullie weten, ik ben hier samen met Dodo Games. En Dodo Games is samen met het Game Portaal. Ik denk dat hij ook opneemt, ik weet het zelf zeker. Yes. Hij is voor mij nu ergens rond aan dub in de mine. Ik ben er echt net uit. Ik bedoel, in de vorige episode zat ik dus gewoon vast. Ik had geen idee waar ik heen ging en ik werd aangevallen door een sniper zombie. Mm-hmm. Maar ik ben eruit. Okay. Dus zullen wij elkaar gaan opzoeken? Ik heb een view over de hele stad vanaf hier. Want mensen, ik heb een nieuw huis. Mijn vorige huis is helemaal kapot gegaan. Oh, ja, door creepers. Waar ik zat was niet cool. Ik dacht zo van, hey, hier leeft niemand. Laat ik maar hier een huis bouwen. Maar het was niet de beste tactiek. Want hij heeft boom, boom, bad, boom, boom. Boom, boom. Alles kapot gemaakt van boom, boom, bad. Nice. En toen heb ik gekozen om hier een huis te bouwen met Vincent. En maar Vincent is een beetje, niet actief. Mm-hmm. Dus ja. Maar Wouter, waar ben jij dan nu ongeveer? Ja, ik weet niet waar ik ben. Ik ben op zich wel in de buurt, maar ik zit op x is min 787. Oké, okay, leuk. En z min 556. Dus ik weet niet waar jij zit, dan loop ik naar jou toe. X 590. En x 590. Z is 150. Is het min 590? X min 590? Ja. Ja, oké, gelukkig, anders moest ik echt een heel eind lopen. Maar is goed, ik loop er wel even heen. Maar dus ik moet dus hier mijn nieuwe huis gaan bouwen. Ik heb er zin in. Want hopelijk wordt het niet opgeblazen. Kun je toortjes voor de zekerheid meenemen? Ja. Ik ben helemaal fully prepared om jou te redden. En om een mooie villa te maken. Want we moeten natuurlijk wel een kantoor hebben voor het Dodo Portaal. Oh ja, Dodo Portaal. Dus dit wordt gewoon. Dus ik ga nu officieel bezig met het Dodo Portaal. Ja. Oké, chill. En ik weet zeker, en mark my words, wanneer deze video online gaat. En we gaan straks op YouTube kijken. Wat staat er dan? Dodo Portaal. Wie heeft dan het domein geclaimd? Sowieso iemand. Ik weet het zeker. YouTube.com/Dodo Portaal. Ja, joh. Ik bedoel, Je hebt nu ook al 10 Dodo Games NL's. ik zei het zo net ook al tegen je. Maak dus allemaal Dodo Portaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aan. En dan allemaal commenten. Laat een comment achter. Ja, zo van, ik ben nu officieel lid van een Dodo Portaal. Een Dodo Portaal, ja precies. Dan heb je ook nog het game... Een game kanaal. Een game kanaal en het... Nee, de creepers beginnen nu al! Nee. Je moet wel echt lang lopen trouwens. Nee, laat me terug, creeper. Ik heb je niks verkeerds gedaan. Als jij nou een kutleven hebt, hoef je het niet op mij af te reageren. Ja. Nou, dat is ook niet echt meelevend. Oh ja, ik heb nu trouwens ook een... hoe noem je dat? Hey, boven... Oh nee, dat is Ilko. Ik heb nu ook een facecam erbij. Hallo. Ja, ik ook. Oh, Dodo ook. Zullen hallo. We naar elkaar zwaaien? Ja, hoi. 3, yo. 2, 1. Yo. Oh, dat yo. Was echt niet heel interessant. Echt heel lame. Check trouwens heel even mijn Skype, want David zei dat hij volgens mij eventueel mee wilde craften. Mm-hmm. Weet je wat, ik ga hem gewoon in de call gooien en ik ga kijken of hij reageert. Zullen we dat gewoon doen? Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Dit is echt niet voorbereid, jongens. Dus... En dan vragen we aan hem of hij al geabonneerd is op een Dodo Portaal. Ja, dat wil ik wel even weten. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ik heb het gevoel dat hij ons niet support. Oh, hij is er. Wat is er? Wij hadden een vraagje voor jou. Ja, je zit nu live in de uitzending. Helemaal niet. Ja, echt waar. Nou, niet echt, live. Echt niet, nee hoor. Ik ben helemaal niet live. In ieder geval, zoals je waarschijnlijk al weet, zijn Ronald en ik een tijd geleden het kanaal begonnen, het Dodo Portaal. Ja. En we vroegen ons eigenlijk af of jij een gastrolletje wilde doen. Oh, dat wil ik wel doen. Waar ben je nu? Ik word aangevallen door een skelet terwijl ik naar Ronald probeer te komen. Ik ben bij mijn nieuwe huis. En dat is waar? Boven Pieters huis. Oh, Pieters huis. Wat is er trouwens met dat oude ding voor jullie gebeurd? Mijn vorige huis is hoogstens binnen een week 80% opgeblazen. Oké, waar is Wouter dan? Ja, ik ben onderweg naar hem. Echt een journey van... Maar waar ben je? Ja, weet ik niet. Ik was aan het minen en ik ging naar boven minen en toen kwam ik hieruit. Dus ik weet niet precies.
eerlijk gezegd. Maar waar is hier? Ik moet je toch echt zoeken? Ik wil wel face-to-face met z'n dingen afspreken, jongens. Ja, dat weet ik. Ik ga nu een hele risky jump maken en ik hoop dat ik niet dood ga. Oh shit, jongens. Maar ja, Dave, hoe gaat het met jouw huis? Wish me luck. Oh. Ja, met mijn huis gaat het goed. Ik ben dus... Ja, daar ben je, Wouter. Wat? Waar ben jij? Hi. What the fuck? Pas op, dude. Het skeleton. Oh, waar? Ik pak hem. Waar zit hij? Waar zit die skeleton? Fucking bitch. Waar is hij? Oh my god. Ik heb de skeleton. Je hebt de eigenaar van het dodo-portaal vermoord. Ja. Yeah. What the fuck, man? Sorry. Je nodigt hem één keer uit. Maar David, hoe vind je mijn nieuwe view waar ik een huis ga bouwen? Ja, ik moet daar echt even aan wennen. Ik weet het niet. Het is leuk, maar ik heb het idee dat jij dit ook weer laat opblazen. Nee. Je bent de enige die een huis gemaakt heeft en daar vervolgens niks mee gedaan heeft en het eigenlijk opgegeven heeft. Waarom? Opgegeven? Nou, ik kan het uitleggen. Community Craft. Ik ben volgens mij een beetje de persoon die alleen maar wordt opgeblazen. Met mij wil je niet een huis bouwen. Ik snap ook die risico van Vincent niet dat hij mij gaat helpen met een huis bouwen. En toch doet Wouter het. Nee, ik ga helemaal niet helpen. Nee, hij helpt niet, maar Wouter helpt wel. Maar ik ben Wouter. Oh, wacht. Vincent helpt. Wouter, weet je wel, de eigenaar van het Dodo-portaal. Ja. Ja, maar die is een beetje zo van, fuck jou Ronald, ik ga je niet helpen, ik ga je hoogst alleen uitleggen als weer je huis wordt opgeblazen. Ik snap hem wel. Fuck, waar zit jij, Wouter? Ja, ik weet het niet. Huh? Ik loop in ieder geval, ik moet dus naar min 560 of zo. Oh god, je bent hier, hoe de fuck kom je hier aan? Ja, ik weet het niet. Ik heb echt werkelijk maar geen idee. En dit is gewoon na twee episodes. Ik bedoel... Stel je voor, als ik mijn 100ste episode heb, waar de fuck ik dan ben? Je bent gewoon noob. Hey, nou mijn huissysteem is niet opgeblazen, ik wil niet veel zeggen. Ja, dit is gewoon puur racisme. Racisme toch wel? Ja, dit is racisme. Maar Wouter, jij wilt je wel straks opofferen om mij te helpen met een huis. Gewoon even... Nou oké, okay, misschien één episode. Doe het niet, Wouter, it's a trap. It's a trap. Be one of the dodo portaal. De dodo portaals. Nee, maar ik bedacht zo van, waarom maak ik gewoon niet een huis? Niet dichterbij. Jongens, ik kan eigenlijk helemaal nou niet gamen, want ik ben eigenlijk een video aan het renderen. Dus zal je zien dat die nou verpest wordt. Oh. Dus ik ga is weer. Is dat de gastrol of niet? Maar dat dodo portaal, succes ermee. Dankjewel. Bedankt, je zal er veel van horen. En Ronald? Ja. Je bent echt fucking noob. Bedankt. Oh my god. Bedankt. Oh shit. Dat is weer racisme, hè? Ik weet het. Maar op de een of andere manier roep je dat over je af. Nou, het is in ieder geval wel succesvol om random mensen in je kant te vragen. Op hoeveel Z zit jij trouwens? Z zit ik op 153. Plus of min? Plus. Wat? Hoe ver ben ik gelopen? Waar ben je helemaal? Ben je bij mijn vorige huis die op is geblazen? Nee, ja, ik weet het niet. Ik sta boven Pieters huis. Ja, ik weet het, maar ik ben in een mijn gegaan. En in plaats van dat ik gewoon slim terugliep, ben ik doorgelopen. Ga naar Davids huis. Ja, ik weet niet waar dat is. Ik ga nu gewoon op basis van jouw coördinaten ga ik naar jou toe. Oké, chill. Maar ondertussen kan ik je vermaken met allemaal leuke verhalen. En kan ik racistische opmerkingen maken. Oké, laten we het hebben over de hoogtepunt van 2013. Oh, nou, dat zijn er wel heel veel. Wat is de hoogtepunt? Het hoogtepunt? Niet dat Dodo begon te bestaan, maar iets anders. Iets anders. Het schooljaar. De discriminatie van Sinterklaas in de... Van Zwarte Piet, hoop ik. Of niet? Ja, Sinterklaas wordt ook nu gezien als racistisch, hè? Echt waar? Ja, die heeft zogenaamd in als slaaf gebruikt. Maar wat heeft die... Ja, die oude man heeft helemaal niets gedaan, joh. Sommige mensen die zeggen dat hij wel wat heeft gedaan. Wat een... Verhitte discussie dit. Ik kom in de buurt trouwens, dus ik kan je gaan helpen. Ik zie een creeper. Dat ben ik niet. Oh nee, creepers. Nee. Ik weet dat Community Craft mij niet mag vanwege al die nutteloze creepers. Maar ik mag jullie ook niet. Nou, dat is weer flauw dat je dat dan zegt. Okay. Oh nee. Ik ga weg. Kom in de buurt.
Z moest positief worden. Oké. Z moest positief worden. Ja, 180 of zo, zei je toch? 167. Ah, oké, nou ja, dat is in ieder geval in de buurt. Oh nee. Wat doet die creep hier? Ik vertrouw je niet, creeper. Ik vertrouw je niet. Wat ben je aan het doen allemaal, man? Nee, creeper. Go, creeper! Nee, niks. Sowieso dat... Fuck jou! Ben je opgeblazen? Nee, maar fuck jou. Mij? Dat jij het niet steunt. Bro, ik ben mede-oprichter. Waarom zoveel vijandigheid? Ja, maar je bent gewoon een vieze dodo. Ik ben degene die het kanaal heeft grootgebracht. Oh, hey, ik zie beschaving. Ik wilde zeggen bevolking, maar die zie ik niet. Oh, dit is de mine waar ik ben ingegaan. Je bent er bijna uit. Ja, ik heb gewoon weer een hele mine gevonden, what the fuck. Je hebt alweer een hele aflevering dus gedaan. Hey, ik heb de vorige aflevering had ik baby diamonds uit de lava gered. Echt waar, je zou het voor de grap moeten terugkijken. Dus... Baby diamonds? Ja, ik was aan het hakken en de diamond die viel zeg maar in de lava. Maar blijkbaar zat er lava onder het blok. Wie had dat ooit gedacht? Nee! Oh my god, noob! Nee! Noob! Nee! Ik kan echt niet met jou samen kanaal beginnen, sorry. Maar dit is gewoon zo amateuristisch. Amateuristisch? Ik was bezig om zand weg te halen en dan word ik verdomme weer opgeblazen door een fucking kut tyfezooi. Amateur. Zo. Fuck jou. Ik ben in ieder geval weer thuis. Dus als je naar mijn huis wil komen, ben jij dat? Volgens mij ben je daar over de straat, of niet? Nee, ik... Wacht, kan ik je vanaf... Waar ben je? Je kan vanaf Davids huis... Ik woon naast David. Oké. Okay. Zie je me dan niet hier bovenop op een berg springen? Zeg maar, hallo. Op een berg springen. Ja, hallo. Ik zie jou vanochtend mij vanaf hier. Ben jij bij Davids huis? Nou, ja, ik sta tussen mijn huis en Davids huis. Ik zie jou gewoon vanaf hier. Kijk eens op de berg. De berg. Ja, kijk gewoon naar een berg. Fuck Ronald, ik ga nog een keer met jou opnemen. Welke berg? Ach, ben jij dat daar nu? Ben jij bij... Ik sta stil. Ik zie je vanaf en nu hier. Loop ik. En nu sta ik stil. Kijk eens links van je. Rechts. Hoi. En daar op een berg, rechts. Hoi. The fuck? Verdomme. Waar? Hier! Loop ik nu naar je toe? Ah. Ik heb geen Optifine. Kijk eens rechts. Ik ook niet. Iemand slaat jou nu. Wat? Nee! Okay. Nee, dan kijk je dus gewoon naar iemand anders. Loop naar die twee mensen toe. Ja, oké, dat doe ik dan wel. Loop helemaal. Gewoon aan het einde van de weg. Ja, ik zie ze. Dodo, learn to play, man. Bro, jij bent hier... Hallo. Waar ben je dan? Loop door. Kijk rechts van je. Yo! Hey, daar ben je! Nou, ik woon dus aan de andere kant van de straat. Oh, ik zie iedereen zijn huis vanaf hier. Oh, weet je hoe mooi dat is? Maar jij woont dus daar? Ja. Waar? Ik zie helemaal geen huis. Of is die ik, dus... Ik ben net begonnen. Wacht even, ik ga even wat hout voor je halen. Of als je wil, kan je naar mijn huis komen. Dan halen we daar wat hout. Bezig? Je bent bezig. Ja, met een huis bouwen. Jezus. Hoeveel hout heb je nodig? Veel. Ik ga een super Uberhuis maken. Ik een sta file. Op die berg. Hoeveel? Veel. The fuck? Concreet veel. Had is je... dat 4? Of 6 zelfs? Hoeveel is dat? Wat? Wil je spruce wood? Ik heb heel veel soorten wood. Ja. Ik heb spruce. Donker, heel gewoon als spruce wood, inderdaad. Ja, dat is weer racistisch als je het zo gaat noemen. Jij bent echt een spruce wood, man. Ik geef je 64 als teken van... gewoon namens van het dode portaal. Namens het dode portaal overhandig ik jou 64 dingen. Echt, kan ik echt waarderen. Ik ben echt lul. Wat? Hoezo? Maar 64. Ja, ik heb er maar 64. Oh, you suck. Oh my god, hij is ook echt met niets blij. Ik ga in ieder geval mijn diamonds opbergen, want die worden straks toch... Die wil ik wel hebben. Nou, ik heb geen diamonds. Je hebt een baby diamond of zo gered uit een fucking lava. Vier zelfs. Maar dat zijn baby diamonds. Dat is gewoon een hele andere klassificatie. Ja, maar die wil ik wel hebben. Nee. Ik kom het wood brengen. Ik haat het spel. Nee, ik haat het spel niet, maar ik haat survivalen. Maar hoe moet ik er dan komen? Kan ik via... Het water.
Het daar water. Zie je een waterval. Het water. De water. Het water. Nee, dat bedoel ik niet, maar oké. Dus goed, ik kom eraan. Het water toch? Ja, nee, weet ik, maar ik bedoel meer het water. Welk fucking water? Maar waarschijnlijk het water naar... Ah! Oké, okay, sorry. Ik viel in het water. Of de water. Brain fucked. Jij doet universiteit. Ja, klopt. Maar niet op het gebied van Rijkswaterstaat. Ook. Ook man. Ook. Ken je dat niet? Dat is van de overheid. Ja, weet ik ook wel. Oké, okay, just saying. Dus ik moet nu gewoon... Wat is het voor iets armoedigs? Moet ik via het water omhoog? Ja. Wat de heck? Nee, ik ga gewoon een stenen ding bouwen. Want dit is nee, waardeloos. Nee, dat is racisme. Wat? Racisme van wat? Dat bedoel ik. Oh my god, dude. Ik weet in ieder geval, dit is de laatste episode die we opnemen met z'n twee. Jeez. Waarom? Onprofessioneel dit. Ja, ik probeer gewoon een professionele episode op te nemen. En dan krijg ik dit. Dat ik via het water naar boven... En waar de fuck professionele aflevering. Hoeveel afleveringen zat je... hoeveel afleveringen heb je al in... heb je in de mijn gezeten? Twee. Wie was er net verdwaald? David? Nee. Ik ben er. Ik ben Yo. Er. Yo. Kijk. Dit wordt allemaal een huis. Dit wordt mijn huis. Waarom moet het zo groot meteen? That's what she said. Wat? Auw! Hier. Daarom. Ik kon geen diamonds meenemen. Ik heb toevallig een iron sword, dus ik zou maar oppassen, maar... Mag diamonds? Nee, je mag wel een stringetje. Hoef ik... Oh ja. Oh, ja. Oké. Okay. Damn it, niveau. What the fuck ben je aan het snuiven? Hoe kan je string snuiven? Dat maakt niet eens sens. Oh mijn god. Maar dit wordt een mooi huis, hè? Geloof me. Dit wordt een mooi huis. Een prachthuis. Nou, dan ga ik in ieder geval voor nu in deze super nuttige fucking episode met jou, ga ik het even callen. Jongens, wij gaan de volgende episode gaan we, ik neem weer jouw huis pimpen of ons kantoor. Wat gaan we doen? Dit is gewoon een... Ik zie een skeleton. Zoals kill hem. Hij heeft een hoedje. Lijkt een prinsjesdag hier. Wow. Prinsjesdag. Verdomme, dat is saai. Jij bent saai. Waarom? Waarom zo? Vinden jullie Ronald ook saai? Vergeet er niet even een like achter te laten. Zowel op Ronald zijn episode als op die van mij. We linken hem ook door. Dus je ziet een annotatie. Dus weer dat we het vergeten, maar er is een annotatie. Yes, dus als ik ook straks ergens anders heen ga, dan kan je altijd Ronald nog even checken op zijn kanaal. En, ja, dat bedoel ik. Maar ik wil je eigenlijk niet verlaten, Ronald. Ik wil voor altijd bij je blijven. Bitch. Alright jongens, dit was hem. We zien bij de volgende. Ciao mensen. Doei verder. Yo. Yo.